Noord-Holland Sport nabeschouwing. Want vandaag hebben we onze eerste nabeschouwing in de uitzending. En dat is met Tonio van Rhee. Goedemiddag, Tonio. Goedemiddag, Bert. Goedemiddag. Welkom in de uitzending. Ik zei het al, vandaag één nabeschouwing, Tonio. En die is van Kwiek. Ja. Het is helaas iets anders. Hoe is dat nieuws bij jou overgekomen en bij jouw team? Ja, het nieuws, je bedoelt van de hele... Het nieuws rondom het coronavirus, inderdaad. Ja, kijk, we hebben misschien heb ik wel een vooruitje in de blik gehad. Daar hebben we dinsdagavond ons wedstrijd gespeeld tegen Quintus. Had ik eigenlijk ingepland dat we nou 3 weken vrij zouden zijn. Dus tot en met eind maart hadden we sowieso een rustperiode. Dus voor de dames is het geen verrassing. Maar het is natuurlijk wel bizar wat er nu gaat gebeuren. Iedereen denkt dat we weten wat er gaat gebeuren. Maar ik maak me toch wel zorgen over het verloop en over de restant. En over hoe de competitie dit opgepakt gaat worden. Ja. Kijk, voor ons maakt het niet zo heel veel uit. Wij zijn kampioen geworden. We zitten volgend jaar in de Eredivisie. Maar er zijn nog een heleboel ploegen in het ongewis die nog in de nacompetitie spelen. Precies. Ik ben benieuwd. Want die nacompetitie die gaat toch binnenkort beginnen eigenlijk? Of die zou begonnen? Die zou binnenkort gaan beginnen, maar tot en met eind maart worden er geen wedstrijden gespeeld. Wij mogen ook niet meer trainen. Alle activiteiten rondom de zaalsporten zijn volledig stilgelegd. Ja. Dus ik ben benieuwd hoe het NAV hier een oplossing voor gaat vinden. Ja. Maar ik denk dat het belangrijk is dat hoe lang deze maatregel van kracht blijft. Want als dat nog een maand of anderhalf doorgetrokken wordt, dan krijgen we een hele rare situatie, denk ik. Ja, want we hadden al in het vorige uur, hadden Luc en ik al een bepaalde discussie in de zin van... denk je dat het rond 1 april afgelopen is? En toen zei ik, volgens mij wordt het nog wel verlengd met een dag of 14, of misschien wel een maand. Ja, dat laat ik denk ik zelf ook. Ik ben ook bang dat het nog wel doorgetrokken gaat worden. Kijk, als we ons spiegelen aan wat er nu in Italië gebeurt, als dat ook op ons terechtkomt, ja, dan ben ik bang dat onze regering gaat roepen dat we nog wel nog een week of 4 of 6 het heel allemaal gaan verlengen. Dus dan wordt het al bijna richting zomer en dan is het bijna niet meer te doen om dan nog de competitie op een normale manier af te spelen. Precies. Maar ik ben benieuwd. Ja. Ja, zeker. Gaan we maar even terug dan naar afgelopen dinsdag, naar de wedstrijd tegen Quintus. Jullie gingen daarheen voor de bekerwedstrijd, om daar te spelen. Ik heb zelf een stukje gekeken via YouTube, is dat verzorgd. Volgens mij was dat iemand van jullie zelf die dat geregeld heeft, toch? Ja, een van de vaders, Erik Stevering, doet alle wedstrijden, filmt hij sowieso alle uitwedstrijden en die heeft ook op livestream. Ja. We hebben het zelf staan, maar ook Quintus heeft een eigen YouTube live link van al hun wedstrijd. Dus het is op thuisfront prima te volgen. Ja, zeker complimenten voor de uitzending, want dat zag er gewoon enorm goed uit. Maar ook jullie spel zag er goed uit. Je hebt nip verloren van Quintus. Wat vond je van de wedstrijd? Ja, kijk, het was de kwartfinale tegen een ploeg die een volwaardige Eredivisie ploeg is, die veel internationale ervaring heeft. Dus dat we het daar moeilijk zouden krijgen, dat had ik van tevoren ook al ingeschat. Maar Quintus draait op dit moment in de competitie ook niet heel geweldig, dus het waren voor ons zeker kansen. En met die instelling zijn we er denk ik ook ingegaan. Alhoewel, de eerste helft kwamen we nog een heel brutale voorsprong met 0-2, maar eigenlijk ging daarna, was toch wel de ervaring van Quintus die tot aan de rust hun spelletje kon spelen. Een ruststand van 17-10 was eigenlijk wel een iets te grote achterstand en dat was jammer. We waren wat onrustig, de foutjes werden onmiddellijk afgestraft en dat was wat ons misschien wel de nek heeft omgedaan. Ja, zeker. En ik moet zeggen dat jullie stonden inderdaad 7 punten achter. Maar als je dan weer naar de eindstand kijkt waar je met 3 punten verschil verliest. Dan heb je toch wel grote delen ook zeker van de tweede helft, heb je toch goed kunnen domineren. Nou ja, dat is ook zo. De tweede helft hebben we ook geprobeerd in de rust om weer duidelijk te maken dat we in ons eigen spel moesten komen. We vooral ons moesten concentreren op de dekking en dat is denk ik in de tweede helft behoorlijk beter gegaan. We wisten wel waar de kracht van Quintus zat en door het spelletje vooral compact te houden hebben we geprobeerd om de angel eruit te trekken. Ja. Nou, dat is denk ik redelijk gelukt. We kwamen van 17-10 naar 23-16 en zelfs als 27-26, 1 punt verschil. Ja, en toen merk je wel dat ook bij Quintus de paniek lichtelijk begon toe te slaan. En
Nou, in die fase, ik denk nog een minuut of 6-7 te spelen, hadden we zelf ook de kansen om nou ja, misschien wel een voorsprong te komen. Alleen ja, ook in die fase, dan is de wil en de wens om door te drukken is, was dusdanig groot dat we eigenlijk wel in onszelf misschien wat kleine foutjes maken aanvallend, wat balverlies. Ja, daar was Quint dus als de kippen bij om daar af te straffen. En ja. Dat hebben we niet meer kunnen rechtbreien. Ja. Uiteindelijk kies je dan met 3 doelpunten verschil. Ja, totaal, als je dat zo bekijkt over de hele competitie, dan hebben we gewoon een topprestatie geleverd. En kunnen we met opgeheven hoofd het denktoernooi verlaten. En dat was ook wat het gevoel. Uiteraard, na de wedstrijd was iedereen wel teleurgesteld. En vonden we toch jammer dat het dan net niet gelukt was. Maar uiteindelijk moeten we trots zijn op de prestatie afgelopen dinsdag. Tegen een hele gerenommeerde ploeg uit de Eredivisie. En we hebben laten zien dat deze ploeg volgend jaar absoluut niet meer staat in de Eredivisie. Nee, dat klopt. En ik denk ook voor de dames, zeg maar, unieke ervaring ook met hoe het gaat op dat niveau. Hè. Zoals je al aangaf, we zaten dicht tegen de gelijkmaker aan. Op een gegeven moment miste jullie nog een strafworp. En tegelijkertijd, nog een anderhalf minuut later, sta je weer 3 punten achter. Hè. Of 3 doelpunten achter dan. Hè. Dus dat gaat zo snel. Ja, zo snel gaat het. Kijk, de handbal gaat sowieso snel. En op het moment dat je dus aan de ene kant 7 meter mist of een breakout net niet afrondt en in de tegenbreek slaat Quintus toe. Ja. Ja, in plaats van dat je dan gelijk komt, sta je 1-2 punten achter. En als dat 2 keer gebeurt, dan is het, was het een paar minuten voor tijd, was de wedstrijd gewoon gelopen. En we hebben eigenlijk alles gegeven. We hebben alles geprobeerd. Ik denk dat het team ook op alle fronten het maximale heeft laten zien met elkaar. Mm-hmm. En dan is het jammer dat het net niet lukt. Maar voor de rest kunnen we daar, nu achteraf kijk ik daar met heel veel genoegdoening op terug en hebben we ons uiterste best gedaan. Ja, absoluut. Hoe ziet het programma er eigenlijk uit voor Kwiek als alles weer wordt vrijgegeven, bijvoorbeeld bij 1 april? Wat ga je dan doen? Nou ja, wij hebben nu een paar weken rust. Begin april hebben we nu gepland om wat krachttraining extra op te pakken. En eigenlijk gaat vanaf 20 april gaat Lars Hogeveen aan de slag. En dan gaat hij met zijn voorbereiding beginnen voor een nieuw seizoen. Ja. En tot die tijd is het nog een klein beetje wat kracht en met elkaar nog wat dingen afwerken. Maar het is nu eigenlijk een beetje rust. En afhankelijk van wat de competitie gaat brengen. Mogen we 1 april weer starten, ja of nee? Ja, ja, dat is op dit moment nog erg onduidelijk. Ja, absoluut. Absoluut. Nou, het is te hopen dat het coronavirus snel gaat afnemen en dat alles weer wordt vrijgegeven. Kijk, op zich, je moet nu eenmaal die maatregelen nemen. Daar zijn gelukkig heel veel andere mensen voor die daar verstand van hebben. Maar wat ik om mij heen meemaak, inderdaad, is alles ligt stil eigenlijk. Hè? Dus dat is wel bijzonder. Het is wel geschiedenis. Nou ja, absoluut. Kijk, we hebben denk ik allemaal gedacht, het zal allemaal nog meevallen. Maar nu het allemaal toch dichterbij komt, zie je dat de impact enorm groot is. Bedrijven liggen stil, vakanties worden geannuleerd. Ja, dan is natuurlijk sportbedrijven is misschien maar van een andere orde. En ik denk dat we daarin ook moeten accepteren dat er erger dingen zijn op de wereld dan nu niet meer kunnen handballen. Ja. Alhoewel ik het zelf hartstikke jammer vind. Maar ik denk dat voor Nederland en alles wat zich daarmee te maken heeft, dat het de komende weken spannend gaan worden. Bedrijven die het moeilijk krijgen. En ik denk dat we, laten we ons daar maar op richten en hopen dat de mensen die daar beslissingen moeten nemen, dat ze de juiste dingen kunnen doen. En we gaan het afwachten. Ik ben zelf ook afwachtend daarin. Ja, zeker. En mooier afsluiten was niet mogelijk, of niet mooier dan jij het zei, Tonio. Daar moeten we het ook maar bij laten, denk ik, en hopen op snel beterschap van alles. Dat hoop ik ook. Dank voor je nabeschouwing. Heel veel succes in ieder geval bij wat je gaat doen. Nou, misschien nog 1 kleine afsluiter. Heb jij persoonlijk al gekeken wat je gaat doen na de zomer? Ik heb er wel naar gekeken. Deze week heb ik een gesprek met de technische commissie van Kwiek. Dus ik wil daar nog niet op vooruit lopen. Wat ik al eerder heb geroepen, mijn instelling is om in ieder geval bij Kwiek te blijven. Ja. Om daar wat te doen. En daar gaan we deze week hopelijk uitkomen. Ik ga vanuit dat het gesprek wel doorgaat. Ondanks de corona perikelen, maar dat gaan we zien. Daarna zal het wel ergens een keer vermeld gaan worden wat ik volgend jaar ga doen. Nou, heeft Kwiek eigenlijk een hoofdopleiding?
Nee, we hebben op dit moment geen hoofdopleidingen. We hebben wel een nieuwe technische commissie die uit een aantal mensen bestaat. Ja. Die gezamenlijk de rol van technische commissie invullen. En dat is, die zijn op dit moment hard aan het werk om alles rond te krijgen. Nou, ik had het een perfecte rol voor jou gevonden, zeg maar. Misschien breng ik op ideeën, maar... maar in het kader van in jouw kennis en kunde. Het zou toch erg jammer zijn dat verloren gaat binnen de club. Maar dat is niet het geval, want je hebt net aangegeven dat je binnen de vereniging zult blijven. Dus ik hoop op iets moois, op een mooi vervolg. Ik vind nogmaals de prestatie die Kwik heeft gedaan dit jaar hartstikke goed. En prachtig voor de club en voor de gemeente en voor de regio. En in ieder geval heel veel succes bij wat je gaat doen. Dankjewel Bert. En in ieder geval ook dankjewel voor de gelegenheid die ik heb gehad om vaak in dit programma te komen. Om de handbalsport in het algemeen uit te dragen. En dat is denk ik goed. Helemaal goed. Nogmaals dank en een fijne dag. Prima, tot ziens. Dag. Tot ziens.